Oh. Weet je nou afgeblazen zijn? Ik kwam in de blubber. Je kwam in de blubber, hè? Wow. Nog een keer? De fiets die licht is. Ja, het is ook echt. Allemaal tocht, weet je wel. Maar allemaal wel betaalbaar is het, hè? Ja. Het is allemaal, dat is die 150 mm. Maar gewoon Kashima coating, hè? Voor niet al te veel krijgen. Ja, mooi is dat. Hé, hey, nu lukt het niet wel, Sen. Ik wist wel dat je het kon. Oh. Het is wel glibberig, zeg. Oh! Ik zag het. Wat een geblubber. Echt modderig. Even je fiets schoonmaken. Achter hem. Beetje hier kijken verder, dat je hierheen wil, hè? Dat je hierheen gaat. Wow! Kom maar. Ja, je mag ook helemaal naar beneden. Beetje achter hem, Sen. Achterglij is niet zo erg, hè? Kijken waar je heen wil. Waar wil je heen? Oeh. Nou, dat vond ik niet vallen. Dat was gewoon heel beheerst afstappen. Mag ik hier van voorbij? Nee. Wow. Oh, respect hoor, als je hier naar boven komt. Goed aan de kant gegaan verder. Ga door, Sen, goed zo! Oh. Ik zag het. Ik denk dat je hem anders gewoon gered had, kerel. We kunnen heel hard naar beneden. Kijken of we nog wat meer van die blubber kwijt kunnen raken. Of we kunnen juist dit paadje nog wat meer blubber opzoeken. Ja, blubber opzoeken. Oké, go Maren. Hey. Langs. Wow. Oh. Oh, wat een glibber. Mooi opgevangen hoor. Oké, kom maar verder. En weer naar boven, Maren. Oké, Sen, kom maar. Great, Sen, zo snel als je durft. Gelukkig wat rollen. Oké, wat is belangrijk bij een trap afrijden? Dat je staat. Staan, ja. Wat nog meer? Naar achteren. Muziekje maakt. Voeten naar beneden, oftewel hakken naar beneden, tenen naar boven. Ik heb een keer een trap opgefietst. Grappig. Ja, verder, doe eens voor langzaam de trap af. Mag... En Sen en Maren, jullie mogen er gewoon lekker achteraan. Oh, je hoeft niet zo hard. Mag ook wat zachter. Maar gewoon lekker staan, hakken naar beneden. En voel die wering in jouw fiets werkt. Kijken waar je heen wil, hè? Dat is grappig. Alright. Dat is leuk. In het gootje naar boven met een makkelijke versnelling. Maar dan moet je wel rennen. Net had je veel te zwaar, hè? Ja. Toen reden jullie helemaal niet. Zet hem lekker makkelijk. Oh, netjes hoor. Oké, nu gaan we even oefenen dat jullie heel recht fietsen op het randje. Welk randje? Zien jullie het randje net naast de trap? Ja. Zie je hoe smal die is? Ja. Het doel is de hele weg naar beneden over het randje heen. Maar dat is heel moeilijk. Dus de eerste keer gaan we eerst proberen in het gootje. Dat is onmogelijk. Zal ik hem voordoen? Ja. Dus het gootje in en blijf in het gootje. Volgende.
Volgende! Voor alle drie van jullie ging die super goed. Dus nu gaan we eentje moeilijker. Wat is dat? Randje. Jullie hebben al de trap gedaan. Dus het maakt niet uit of je links of rechts van het randje afgaat. Dan kom je op een plek uit waar je weet dat je naar beneden kan fietsen. Dus het is niet erg als het niet haalt. Het is wel erg als je het geen eens probeert. Ja, maar wat nou als je er vanaf gaat? Waar? Van het randje. Ja, dan val je dus of in de goot. En die kan je al. Of je gaat op de trap. En die kan je ook al. Heel netjes, Maren. En zie je dat helemaal nergens om in dit gootje te gaan rijden als het niet lukt? Als gepiep. Netjes, Sen. Probeer nog iets verder te kijken als het lukt, Sen. Verder, helemaal hier kijken. Waar je even. Hé, ik dacht dat jullie zeiden dat het niet kon. En dat je het niet durfde. En toen deed je het eerste 5 meter overslaan, daarna heb je het hele ding gedaan. Ja. Waarom lukte die toen wel dan? Ik weet niet. Grappig, hè? Het lijkt er zo dun uit. Hij is ook dun. Maar het is niet erg om er vanaf te gaan. Ja. Want jullie kunnen of gewoon in de goot gaan rijden, of over de trap heen. En die kunnen jullie allebei. Fiets hem erop. Boom, boom. Goed zo, Maren. Hou hem lekker stabiel. Kijk eens hoe mooi ze zijn. Ga hem achteraan. Kom, 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 kom. Blijven trappen zijn in de verte. Kijk. Hier, kijk. Zijn hier. Hier wil je heen. Wow. Maar wat is er lastig na de tweede trap? Dat je een bocht moet maken. Hek. Dus je kan of heel langzaam en de bocht om. Je kan ook in het gootje. Je mag niet tegen het hek aanrammen, dan gaat je fiets stuk. Weer één leermomentje dat ik mijn lichte versnelling moet doen. Ik heb heel zwaar staan. Ik zie het, ja. Waar wil je heen? Kijk naar verder. Dan kan je de bocht gaan maken. Oké, Maren. Lekker zijn. Op mij af, Maren. Langzamer. Die kant op. Wow. We gaan naar boven. Nee, we gaan de jump doen. De jump? Snelheid. Mooie pomp. Hoppa. Stop met trappen. Springen. Haha. Dat was hem. En nu gaan we hem nog beter en nog beter en nog beter maken. En het eerste wat we gaan doen is... harder. Kijk maar hoe hard verder gaat. En dan doet hij... boink. En dan landt hij 2 wielen tegelijk, zie je dat? Dat is wat we willen uiteindelijk. Ja. Allebei tegelijk. Willen we een extra moeilijkheidsgraad of hetzelfde als net? Een extra moeilijkheidsgraad. Hè? Wat zou extra moeilijkheidsgraad zijn? Zo of door het geutje? Die zal ik even voordoen. Mocht het misgaan, is dit ook... een prima paardje. Hé joh. Hoe kan je deze bocht nou makkelijker maken? Misschien zo. Ja, groter. In plaats van heel krap. Kijk er maar heen, Wilson. Kom je helpen, Maren? Ja, draai. Oh, je doet deze zo. En dan kan je die heel, kan je heel makkelijk zo erop leggen. Zie je dat? Ja. Want hier zit de kracht erin. Doe jij de voorkant, doe ik de achterkant.
Wij zijn we niet eraf. Twee, aan de voorkant is hij eraf. Kijk maar. Leg hem er maar op. Waar? Voorkant. Oh ja. Ik dacht al, het gaat in licht.